Hallo kikkers, en jullie staan hier echt. Oké. Okay. Hallo kikkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus en je ziet waar ik al ben achtergekropen achter de computer. Waarom? Ja, voor jullie hè, natuurlijk. Weer al om alles op YouTube te zetten. Yeah. Dus er zijn dus 3 vlogs wat er dus eigenlijk gaan online komen. Ik hoop dat ze perfect online gaan komen. Ik ga ze subiet nog eens allemaal eens te goed controleren. Binnen 3 minuten is het ook al geüpload. Dat is ook al goed. Dan kan ik ook perfect op tijd nog gaan tanken. Voilà, volgende. Volgende melding sturen, volgende plannen om 19 uur. Dan ben ik terug op de planning. On the rails, zal ik zo zeggen. Eens even kijken. Oh ja. 3 vlogs vandaag die, dus ja, eigenlijk gisteren zijn online gekomen. Vlog nummer 67, vlog nummer 68. Oh. 67. 68. Oh. Ik ben de verkeerde aan het uploaden. Oei. Dat is niet de bedoeling. Ja, ik heb nu de juiste. Oké. Okay. Dat duurt wel 20 minuutjes om up te loaden. Oei. Ja, daar heb je dus geen tijd meer voor. Voor daar te wachten op. Voor mijn computer af te sluiten. Dus dan sluit ik ook mijn computer volledig zelf af. Daar zet ik dan ook een programma altijd mee op. Ik zal het jullie zelfs ook eens laten zien wat voor programma. Dus ik ben daar nu allemaal gauw terug in aan het typen. Dus 19 uur, de 18e plannen, voilà. Dat is dan ook al gebeurd. Oké, kijk hè. Dus ik ben nu op YouTube bezig. Voilà. Dus die gaat daar nu van bovenbij komen, voilà. Ik heb juist dus de verkeerde geüpload. Dus dan moet ik dus naar mijn playlist gaan. Playlist Hub. Oh, nee. Zo dus, nee. Zo? Ja, zo, oké. Dus dan moeten we dus naar de laatste pagina gaan. Dus dan klikken we daarop eens. Nog een keer. Voilà. En dan zie je hier, oei, video verwijderd. Dan klik ik daarop verwijderen. En dan is hem uit de playlist verwijderd. Voilà. Zo hou ik ook mijn playlist dus in ere. Dus daar ben ik wel blij om. Wat moest ik dan nog doen? Ah ja, dan wil ik jullie dat programma laten zien. Dus dan start ik altijd deze programma op. Dan klik ik op gereedschapskist. En dan staat daar auto afsluiten. Daar klik ik dan op. Klik dan hier op X. En dan is dus het duurt een half uur. Dus ik ga dat op een uurtje later zetten. Dus dat die zeker geüpload is. Create, en dan staat daar een uur dat hem automatisch afsluit. Dan doe ik dit. Klik. Schoentjes aan. Nog eerst nog mijn studiolamp uitzetten, natuurlijk. Voilà. Dan de werkschoenen aandoen. Dat is dus een goede werkschoenen. Waar heb ik die nu weer gezet? Ik heb die wel even niet nodig gehad. En dan zet ik die ergens neer. Waar ik dan weer aan moet gaan achterzoeken. Hier niet. Hier ook niet. Oh. Dat is niet goed. Nee, druk ik op de verkeerde. Ja, druk ik op de verkeerde knop. Staan die hier niet op mijn slaapkamer? 1, 2, 3. Klik. Ja, ze staan hier op mijn slaapkamer. Dat is goed. Dat zeg ik gewoon zelfs tegen mijn... Google Assistance. Ja, waar ga ik jullie nu neerzetten? Hier zo. Soms is het even zoeken waar ik het neerzet.
Ja, ik heb ook een klaksje aan van Globergem, waar ik dus sabiet naartoe ga rijden. Om gaan te werken. Dus ik ben nu mee ook aan het haasten. Want ik moet nog stoppen, zowel bij de tankstation hier bij Kuipers. Als bij de tankstation Q8. Daarna, het laatste pitstop is dan mijn werk. Dus er zit klein beetje veel haast in. Oké, wacht hè. GSM. Die heb ik dus niet. Check. Hier, voilà. Wat doe ik nu? Voilà. Even unlocken. Oh ja, ik ga ook nog even gauw nog één in de gauw doen op mijn computer. Dat is dus wat ik normaal gezien elke morgen doe, WhatsApp. Oké, dus die mag uit. Goedemorgen, liever. Maak er een leuke maandag van. En tot strakjes. Tot strakjes. I love you. X. Voilà. Even kijken als hier nog alles in orde is. Yes, oké. Hallo Maartje. Het is om te komen zeggen dat je een leuke maandag kan van gaan maken. Dikke knuffel. Knuffel vanuit. Van. Uit Alken. Voilà. Die twee heb ik er al gedaan. Hier nog de derde. Goedemorgen. Alles goed. Kinder. Vraagteken. Maak er een leuke maandag van. Voilà. Dikke knuffel. En tot. Snel. Voilà, ze zijn alle drie gestuurd. Dus ik ga nu sap vertrekken, want het is al 17 na. Dus de tijd begint echt te dringen. Nee, je moet niet opstarten terug. Voilà. Dus ik ga jullie nu laten. Dus ik ga nu sap vertrekken. Dus, ah ja, mijn gsm. Heb je die nu? Heb je die nu weggestoken? Nee. Die heb ik juist voor mijn computer gelegd. Oh, zo vergeetachtig ben ik. Dan zeg ik, lichten uit. Voilà. Goed, negen. Voilà, die gaat ook nog uit. En dan ga ik stukjes ervan vertrekken. Naar mijn auto toe. Ik krijg mijn sleutel niet uit de deur. Gaat weer een zonnendag zijn. Hopelijk van niet. Dus nu als sap naar mijn wagen toe gaan. En daar zijn ze heel goed al aan het werken. Dat zien jullie. Voilà. Gelukkig staat mijn boeletje hier. Ja, ik heb niet geprobeerd. Voor echt, ik heb kilometers proberen en meters geprobeerd te sparen. Want ik moet echt naar de tankstation gaan, want die is echt zo goed als op. Dus ik kijk weer over 25 euro tanken. Allee, tot straks. Zo, allemaal. Ik heb voor 20 euro en 14 centjes betaald getankt. En nu de volgende pitstop richting de Panos. Tot straks. Ik ben nog op tijd bij de Panos aangekomen. Dus dat betekent dat ik ook nog rustig op mijn gemak een broodje kan gaan halen. Oef, wat was dat een stressmoment zoals morgens vroeg. Ik hoop dat jullie al van de vlog hebben genoten. Denk eraan, ga ook naar www.psychotv.be voor, jawel, voor die landtickets van 666land die binnenkort doorgaat. 12, 13 en 14 april 2024, jawel dames en heren. Nu ga
kijk me hier achter parkeren. Valessa, dan sta ik ook stil. Ja, dan vertrekt hij ook net voort. Dus ik zal er ook aanwezig zijn. 12, 13 en 14 april in Antwerp Expo. Dus zijt erbij en via www.psychotv.be kunt je de link vastkrijgen. Waar dan zo'n tombola op zit als er 20 tickets zijn verkocht. Die 20 deelnemers maken dan nog kans op één gratis extra ticket. Die je mocht dan uitdelen. Dankjewel. En nu ga ik naar de panels binnen. Ga ik mijn broodje halen. Mijn dingen niet vergeten, hè. Mijn sleutels niet vergeten. Voilà. GSM heb ik ook op zak. Want dat is voor de Q-points. Allee. Ik ben hier aankomen nu bij Shop & Go. Waar ook heel veel filmpjes op te vinden vallen op Facebook. Zo mensen, ik doe hier de ramen wagenwijd open. Waarom? Ik ben hier heerlijke frietjes aan het pakken met vol-au-vent. Voor mijn lievertje. Ik ben dus voor mijn lievertje aan het koken. Mensen. Ja? Ja? Best te doen dan. Dat was ook een goede tip van mijn schat. Ja, als die rook van de frietvet naar de brandalarm gaat. Ik moet wel even de klok in het oog houden, want die moet nog maar 4 minuten erin. De frietjes. Dus die zijn nu aan het voorverbakken. En dan nog lekker nabakken. Dus die staat nu op 170. Dan moeten we dat zelfs op 190 zetten. Dan kan ik zelfs ook nog mijn heerlijke hutsenpot ook nog eens lekker warm maken. Voilà. Dus die zet ik ook al klaar. Maar ik moet wel blijven roeren. En wat ik dan zelfs ook nog ga doen. Ik ga zelfs nog niet de Q&A al opnemen. Dat ga ik deze avond nog gauw doen. Voordat ik dat alles in elkaar steek. De frietjes die beginnen ook al goed te worden. Want het is bijna 20. Dus nog in een lekkere minuut. En dan moet ik ze eruit halen. En ik denk dat de Volvo ook al goed op temperatuur is. Want die is ook al goed lekker aan het roken. Kijk maar. Kom dom uit. Dat is goed. Kijken, ja, het bubbelt. Dus dat betekent dat hij goed warm is. Dus dan zeg ik die op een ander viertje op 1, dat dat lekker warm kan blijven. Hè. En voilà, c'est ça. Daarna ga ik dit nu even kijken. Nog, ik ga het er nu al uithalen. Voilà, nu al voor de eerste keer voorverbakken. Nu zijn we dat op 190. Dus nu ben ik aan het wachten tot de frietvet terug op 190 graden is. En dan kan dat een keer goed doorbakken. 4 minuten lang weer al. En dan heeft mijn schatje lekkere eten. Ik ga wel kijken waar ik haar frietjes ga indoen. Dat is in deze zeef. Wat ga je daar weer op bij doen? 2 keer keukenrol. 1, 2. Dus nu kan ik het wel gebruiken. Dus even mijn camera draaien. Hier gaat dan al het frietjes in. Als de lampje uit is, 4 minuten nog. En dan kan ze ook lekker eten. Dan heeft ze wat vlees, wat frietjes. En ik mijn hutsenpot. Dat gaat lekker smaken. Dat gaat echt heerlijk smaken. Maar tussentijd ga ik ook eens even mijn computer al opgooien. Ga ik zelfs ook... ik weet niet, als de laptop hier al staat... Nee, de laptop staat hier nog niet. Dus die ga ik dan ook nog zelfs halen. Dan gaan we hier 1 tot 2 afleveringen familie kijken. Dus ja.
En ze zijn goed aan het reageren nog. Oké. Dat is wel fijn om te weten, mensen, dat jullie ook nog zo massaal aan het reageren zijn op mijn vlogs. Dat doet mij deugd. Dat doet mij echt deugd. Dus maar ook, is ook eens leuke positieve reacties is erop pauzen en al. En dat geeft me ook altijd moed om te zeggen van kijk, ik blijf doorvloggen. Ik blijf doorvloggen. Dan, want ik doe het echt voor jullie, hè, kijkers. Oké, het is mijn hobby. Het is een deel ook van mijn leven geworden. Dat ik redelijk veel film. Maar alles komt wel goed. Alles komt goed. Dan krijg ik ook nog een fles cola proberen te nemen. Ik had even geen beeld meer. Voilà. Is het lampje al uit? Nee. Het lampje is nog niet uit. Dan gaan we terug naar de tafel toe. Wat ik ook sowieso van de tafel ga verwijderen bij het eten. Dat moet niet op tafel staan. Ja mensen, dat moet echt niet op tafel staan. Maar ja, dus dan weten jullie wat we dus gaan eten. Dus zij gaat een lekkere volle vorm met frietjes eten. Die door mij is gebakken. En met liefde. Met liefde klaargemaakt. Er zit een extra... Wacht hè. Kijk hè. Voilà. Nu zit er echte liefde in. Nee. Allee mensen, ik ga jullie nu laten. De volgende fragment is dan ook nog de Q&A. En na de Q&A ga ik ook de vlog dan ook volledig, maar ook echt volledig afsluiten. Ik hoop dat jullie het er wel al hebben van genoten. Dus hierna komen de Q&A vragen. En antwoorden natuurlijk. Vandaag zijn mensen. Jullie zijn er ook nog. En jullie denken van, allee, waar blijft die Q&A? En wel, de Q&A is op komst. Maar eerst wil ik dat ik nog de afwas terug doe. Voor wanneer dat ik met de Q&A ga beginnen. Het is al 9:40. Dus ja, het is al redelijk laat. En zo gezien, mijn vriendin is ook naar huis toe. Mijn schatje, mijn allerliefste schat van de hele wereld, dan noemen ze toch een vriendin. Maar hoe noemen ze dan iemand, ja, dus gewoon een vriend? Ook als het vrouwelijk is, als we, ja. Ik kan dat dus allemaal niet goed onderscheiden. Hè. Maar ik weet wel dat ik en Bea een relatie hebben. Ik en mijn lievertje. Hè. Nou zeg ik wel eens iets verkeerd. En dan moet ik oppassen. Hè. Ik moet altijd oppassen wat ik zeg hè, in mijn vlogs. Oh, want ze kunnen toch zoveel dingen tegen mij gebruiken. Oh my fucking god. En ik ga het nogmaals eens zeggen. Kom op 12, 13 en 14 april naar de 666-LAN in Antwerp Expo. Alle informatie vind je op www.psychotv.be. Klik op de 666-LAN post en bestel je tickets via die link wat daar in de nieuwsbericht staat. Of klik op de logo van 666. Dan kom je later ook op de website uit voor tickets te bestellen. En denk eraan, daar zit een mooie tombola aan verbonden. Dus als er 20 tickets zijn verkocht via die link op mijn website staat, dan kunnen jullie nog integraal nog een tweede ticket winnen. En die tweede ticket kun je dan integraal ook nog eens weggeven. Voilà. En ondertussen ben ik nog altijd de afwas bezig. En ik moet ook nog sowieso ook mijn partners ook nog bedanken voor gelijk Line Gaming Solutions. Alsjeblieft Line Gaming Solutions.
jij helpt mij ook altijd uit de nood als het echt nodig is. Daar ben ik jou 2000% dankbaar voor. Is er dan nog afwas? Nee. Dus ik ben er echt 2000% dankbaar voor. Nu nog gauw afdrogen. Ja, het is... Jullie zijn het dus eigenlijk niet gewend, hè, dat er redelijk lange vlogs tegenwoordig zijn. En als er iets misloopt, dat ik er toch nog alles op alles zet om de vlog toch nog online te krijgen. Maar dan niet bijvoorbeeld in 4K kwaliteit, maar toch nog dat het toch nog in high definition kwaliteit is, dat het toch nog online komt. Voilà, ik ben nu de zift aan het afdrogen. Daarna mijn eetbakje. Voilà. Die ga ik ook dan als alles binnenkort eens meenemen naar mijn mama's in thuis toe. Ja, maar die bakjes zijn van mijn mama. En nu moet ik wel lawaai gaan maken. Ja. Jullie denken van, hoe lawaai maak je? Ik moet mijn witte bord onder mijn alle andere borden krijgen. Dus, ja. Voilà, dat was de lawaai. Als jullie het hebben gehoord. Dan nog mijn eigen glazen nog terugzetten. Voilà, dan subiet OBS opstarten. Dat ik dan, jawel, eindelijk aan mijn Q&A kan beginnen. Ik probeer ook wat interactie te krijgen in mijn vlogs en al, dus voilà. Ik heb de afwas nu gedaan. Nu ga ik naar mijn computer toe om de Q&A op te nemen. Kijk maar, ik pak jullie gewoon maar mee. Voilà, ça. En dan schakel ik ze biedt over op mijn webcam. Tot straks allemaal. Yo, kijkers. En welkom op de Q&A. Dus ja, ik ga dus eerst de Q&A doen. Voor... Wacht, hè. De Q&A erbij aan het nemen van 18 maart. Ik wil die volledige ontvolgen. Post openen. Post openen. Nee, het is post sluiten. Misschien met een dubbele klik dat ik erop moet doen. Ja, dubbele klik. Oké, voilà. Ik heb het gevonden. Jasper DH. Wat is de theoretische limiet van Kolmogorov-complexiteit voor willekeurige en niet-repetitieve reeks van natuurlijke getallen? Wel, dan moet je eens even aan iemand die voor wiskunde heeft gestudeerd, want ik ken die termen ook allemaal niet, wat Kolmogorov blablabla allemaal betekent. Sorry, dus ik kan niet, jammer genoeg, niet op jouw vraag beantwoorden. Sorry, nogmaals. Voilà. Dan Jos. De theoretische limiet van Kolmogorov-capaciteit voor willekeurige, niet-representatieve reeks van natuurlijke getallen is niet bekend, omdat er geen universeel algoritme is dat de kortste beschrijving voor elke mogelijke reeks kan vinden. Oké, bedankt voor blijkbaar. Is dat de antwoord wat Jos heeft gegeven? Dan Fred. Wie denk je dat gaat winnen met de presidentverkiezingen in Amerika? Daar ben ik dus totaal niet mee bezig. Ik ben dus even... Ik ga eens heel snel heel googelen. President Amerika verkiezingen 2024. Eens even kijken. Wie doet er allemaal aan mee?
Donald Trump, Taylor Crees. Wacht, ik ben echt ergens, want ik weet sowieso. Joe Biden. Misschien Joe Biden. Die ken ik heel goed. Trump, ja, die ken ik ook. Maar ik hoop niet dat die terug aan de markt komt. Jammer genoeg, sorry. Dat is mijn mening. Ik wil niet dat... Wat gaat dat geven? Ik weet het niet. Ik weet niet wat dat allemaal gaat geven in Amerika met die verkiezingen en al. Even aan kijken. Ik zie hier alleen maar Trump, Joe Biden. Ah, Joe Biden doet ook mee met de verkiezingen. Oké. Wie doet er dan nog aan mee? Nikki Haley. Nikki Haley. Ik ben echt aan het googlen, hè. Is er ook geen zangeres die deze keer eens meedoet ook met de verkiezingen in Amerika? Die heeft toch ook het grootste kans? Maar heeft die al, of heeft die de kandidatuur teruggetrokken? Ik weet het niet. Ik heb wat Google-werk gedaan, dus ja. Ik denk... Als het van mij afhangt, mag Joe Biden winnen. Mag Joe Biden winnen, ja. Braca, als je doof bent geboren, in welke taal denk je dan na, Dimi? Dat kan ik totaal... Sorry als ik het zeg, daar kan ik geen antwoord op geven. Dan, Emiel. Weet je waarom de flikken nooit iets doen als jij belt? Dat is omdat die weten dat jij een professionele leugenaar bent. Als jij Exo voor de rechtbank brengt, dan gaan wij gezamenlijk eens gaan zeggen wat jij allemaal doet op het werk, baby wel. En dan kunnen de daklozen gaan uithangen. Groetjes van het Psycho Anti-Fun Team. Jawel, Emiel, kijk, als je nog zo van die commentaar gaat geven, kunt je gewoon uw valiesje nemen en vertrekken als je nog zo eens een dingen gaat geven. Dus zo, dat is zo wat kritiek geven. En ja, nee, dat is niet juiste kritiek. En wat er tussen mij en Exo is gebeurd, dat blijft in het midden. En dat ga ik ook niet openbaar gooien. Dan ga je zo slapen op Zeslan. Dus dan bedoelt hij dit. Misschien wel. Dat is een hele mooie tip wat je mij geeft, Fred Kroket. Neem ik zeker mee. Dan, Juicy HD. Hoe gaat het nog met die Big Chungus? Big Chungus? Hoe gaat het met die Big Chungus? Wat bedoel je daarbij? Big Chungus? Wat is Big Chungus? Oh, dat precies een YouTube kanaal ook. Een liedje. Big Chungus, Big Chungus, Big Chungus, Big Chungus, Big Chungus, Big Chungus. Echt? Dus, ik ga eens even mee luisteren, want daar is nog altijd eerst 18 seconden reclame altijd. Maar ik ga dus even eens beluisteren hoe eigenlijk wat Big Chungus is. We hebben nog een lekkere 7 seconden reclame op die liedje. En ik kan het meeluisteren hoor. Ik hoor het niet hoor. Oh ja, ik hoor het heel lichtjes, omdat mijn box niet te goed is aangesloten. Maar nee.
Ken ik niet. Ken ik totaal niet. Dan Hamza Salam Dimitri. Wat vind jij ervan dat ik meedoe met Ramadan? Is dat iets dat jij zou kunnen enkel 's ochtends en 's avonds eten? Ik ga heel eerlijk zijn. Ik vind alle mensen die meedoen met Ramadan. Hier is ze. Een dikke duim op het hart. Chapeau dat, dat zij dat kunnen en hun dat kunnen. Ikzelf? Nee. Ikzelf zal dat niet kunnen. Echt niet. Dan Fred Kroket. Wat is je favoriete chocomelk? Moest je kiezen tussen al die Colruyt, Chocofit, koetjes, chocomelk. Dan zal ik Chocofit nemen. Voilà. Ga je nog eens live Q&A doen? Kan dat op 66LAN? Dus even kijken. Het is de 12e. Is de... Wel, dan ga ik geen Q&A doen. Zowel op de 1e als op de 8e. Dan ga ik de Q&A bijbenen op de 13e april. Daar wil ik wel iets doen. Als jullie dan zeggen van... Ja, dat moet je zeker doen. Dat moet je zeker doen. Laat het hieronder in de comments weten. Dan kan ik misschien wel eens zoals een livestream doen. Een pure Q&A livestream. Ja, oké. Okay. Dan... Weet je over de geloof, interesse bij jou? Nee, daar weet ik van niks van, want daar zitten moeilijke woorden. Kazim, Hamza, weet je Nee, wanneer nog is live via GSM? Dat waren vroeger leuke livestreams. Leukste livestreams. Als ik ooit binnenkort dus een nieuwe GSM ga kopen, want mijn GSM is zit kapot. Dan intern, ken jij een Nick Ger van Alken die zegt dat hij kent? Ja, veel mensen kennen mij, maar ik ken niet veel mensen terug hoor. Daar geef ik wel eerlijk toe. Dan, welke kant ben je het liefste op Counter-Strike? Terrorist of antiterrorist? Ik denk dat je wel weet wat mijn keuze is. Alhoewel, dat maakt me niet uit. Als ik maar fun beleef in Counter-Strike, bijvoorbeeld als ik terrorist ben, dan heb ik liever de M4A1. En als ik de Counter-Terrorist ben, dan heb ik toch wel liever dat ik met een AK speel. Het klinkt heel raar, maar ja, zo is mijn gameplay en gamestyle in Counter-Strike. Ben ik graag terrorist of anti-terrorist, dat maakt me... geen flikker uit. Voilà. Juicy AD. Als jij en B een kindje maken, op hoeveel metalen hopen jullie dan minstens? Dat vraag je niet, Juicy HD. Dat is echt... dat kan pijn doen bij ons. Dat kan echt pijn doen bij ons. Omwille van... We hebben daar niet om gevraagd, Juicy HD. En zo vragen... Nee, dat doet echt... bij ons pijn. Oké, we hebben een metalen achterstand. Ik, Bea, noem maar op. Nog mensen die ik ken. Wacht, ik ben nu eens even ook aan het denken. Zoals ook Yuri vroeger die in mijn vlog zat. Die hebben ook allemaal op mijn school, op de school gezeten waar ik ook op zat. En ja, zijn we dan iets minder waard dan een gewone mens, Juicy Hadi? Ik geloof het van niet, hè. Voilà. Intern, hoeveel chromosomes wil jij jouw kindje het liefste geven? Wat is dat voor woord? Zal eens even eens googelen. Dat is dan weer in het Engels. Is een trager van een deel van een erfelijk materiaal van organisme. Het is één met kleurstoffen goed zichtbaar te maken structuur,
kern van... Ik kan het dus niet te goed voorlezen, alhoewel dat er redelijk wat moeilijke woorden zijn. Ik heb die selectie en ik probeer ook telkens keer goede Q&A's ook af te zetten. De Q&A's, dat helpt mij ook weer al in het leesproces. En ik vind dat ik daar ook wel telkens keer wel aan het verbeteren ben. Dat geef ik ook wel eerlijk toe, omhoog van, er worden heel veel moeilijke woorden gesteld. Dus, en ja. Dan, Fred Kroket. Wat is je seatnummer op 66land? Misschien dat ik wel eens kom bezoeken. De zaalplan van 66land is nog altijd niet beschikbaar. Dus ik weet het dus niet. Leuke P. Je hebt altijd buikpijn en diarree. Maar heb de laatste vlog gezegd dat je 4 bussen melk hebt afgemaakt. Daar ga ik ook eens even op terugkomen. Leuke P. Dat waren, ik heb zoveel open bussen melk in mijn koelkast staan. En die gingen een klein beetje richting vervallen toe. En ja... Ja... En die moesten op, dus ja, ik al die kleine klatjes aan er gewoon bij gekapt. Dus ja, er waren niet echt 4 bussen melk die echt vol waren met melk. Voilà. Alexander, waarom spuugt jij uw Listerine uit? Als je die daar inslikt, is uw maag en keel ook lekker friskes. Nee. Ik weet zelfs niet of dat mag. Ik weet dat zelfs niet eens als dat mag. Ik ga daar wel eens echt eens googelen. Ik ga dat eens echt googelen. Vooraleer dat er kinderen daar beginnen gaan te doen. Die Serine. Mag je dat ook drinken? Spoel je... Is het echt als je doorspringt? Niet doorslikken. Uitroepteken. Probeer eten en drinken te vermijden 30 minuten na het gebruik van de mondspoeling. Dus het is niet. Dus als je het echt gaat doorslikken, raadpleeg dan ook de gespecialiseerde diensten. Voilà. Hoeveel weeg je nu? Mijn weegschaal doet het niet meer, dus ik weet het niet. Ik denk ergens tussen de 90 en de 95 kilo. Kunnen we eens een live weegmoment meemaken? Als ik eens nog eens een batterijke vind, zal ik die eens nog eens mee op de vlog gooien. Kan je de Eurosong, dus nog eens van Fred Kroket, kan je nog eens de Eurosong live gaan en live commentaar geven? Ik denk het niet. Oké. En dan opnieuw, Fred Kroket, er komen knappe streamers naar 66land. Ga je ze begroeten of op afstand bekijken? Ik zal ze ook wel misschien wel eens begroeten, wie weet. Of dat ik zeg van, kijk, ik blijf wel op afstand het bekijken. Hoe vaak eet jij gefrituurd eten per week? Ik denk gemiddeld 1 keer per week. Echt waar, gemiddeld 1 keer. Soms kan er wel eens 2 zijn, een uitschieterke tot 3. En voilà. Dit waren de Q&A vragen op de, op Discord. Nu gaan we de Q&A vragen nemen op YouTube. We zetten eerst op vlog 1762. 2 reacties, veel beterschap. Konderschrijk 2, vraagteken. Ja, dus veel beterschap van Vavo Pavor. Dankjewel daarvoor. En dan intern, konderschrijk 2, vraagteken. Ja, konderschrijk 2. Dan zitten we op vlog 1763. Daar zijn in totaal... meer dan 2 reacties opgekomen en ik snap niet waarom dat die Google maar 2 reacties uitpeurt. Kijk maar, hè. Hier, 2 reacties. 1, 2. Ik zie er wel meer, hè, mensen. Ik zie er wel meer. Je bent toch wel legends. Een van de achterlijkste mensen dat ik ken. Ah, ja? Oké, dan. Ben ik dan... wat heb ik dan verkeerd gedaan? Ik moet sowieso eerst ook de reclame skippen.
En dat kan ik dus nog momenteel niet. 4, 3, 2, 1. Ja, ik kan het skippen. Ah, oké. Je zit ook in Legends, een van de achterlijkste. Ja, ik was het gewoon vergeten dat die ijsblok. Dus ja, die heeft het over die ijsblok. Kijk, hè, over dit ijsblok heeft hij het. Ja, sorry. Ik was het vergeten dat hij in de Menetivri zat. En ja, dan was hij een 1-0 grote ijsblok geworden. Ja, en dan moest hij ook wel redelijk lang ontkomen. Oh, dat heeft wel redelijk lang geduurd. Moekemaat, Legends van het kanaal. Ja, dankjewel. En dan, je zit echt een baby. He. Weer met een lepel eten. Groot kind, maat. Ja, sorry. Ik eet graag ook eens met een lepel. Mag dat niet, Emiel? Dan, als je dat zo zegt van, kijk, dat ik een kind ben, dan is dat jouw gedachte. Dan is dat jouw gedachte. Niet mijn gedachte, maar jouw gedachte. En ik hoor er nog iets op zeggen, maar ik weet het niet meer. Oké. Krabsalade is niet tussen gezond, dat is heel ongezond. En niets wat jij eet is gezond. Krabsalade, dat eet ik zelfs niet. Dat geef ik eerlijk toe. Ik eet geen krabsalade, dat eet mijn schatteke heel graag. Emiel, je hebt toch weer niet alle vragen voorgelezen? Niet alle vragen lees ik voor. Waarom niet? Omdat van, ik wil mij ook niet belachelijkheid maken. En dus daarom dat ik ook soms vragen skip. Dan, e-mail nog altijd. Ik ben blij dat je liegt over het stoppen met roken. Momenteel kan ik niet stoppen met roken. Ik geef dat eerlijk toe. Maar wel afbouwen. Wanneer ik echt ga stoppen met roken, ik weet het niet. En dan Roblox Girl Hoi. En daar heb ik zeker op Hoi op teruggezonden. Ja, blijkbaar. Ja. Dan, wacht hè, eens even kijken. Dan zitten we op vlog. 1764, ik was de nummer aan het zoeken, 1764. Glenn BC. En uw titel is misschien een beetje misleidend, want het is LSC en niet LSD. Ha ha ha. Glenn BC, die LSC-blokjes zijn niet gemaakt voor zo hoge wattage. Je hebt geluk dat uw kot niet is afgefikt. Ja. Ik ga u één ding zeggen, die stekkerblok die ligt er tot heden nog altijd eruit. Ik weet niet waar die momenteel ligt. Ligt die achter mijn beeldscherm? Nee, die ligt niet achter mijn beeldscherm. Ligt die langs mijn computer? Nee. Ligt die hier van boven? Nee. Ik zie hem niet direct liggen. Maar jullie weten wel over welke blokje dat het gaat vallen. En dat heeft mij heel veel miserie gekost. Nee, hier langs zit iets, denk ik. Ah jawel, toch wel. Dus over deze blokje gaat het. Ik weet niet, als je gaat focussen, ziet LSC blok. En juist, daar staat ook een bepaalde volt op en HZ op. Ai. En ik was die dus aan het over aan het gebruiken. Dankjewel, Glenn BC, dat je mij daar hebt op gewaarschuwd. Respect. Respect, man. Respect. Oké, dan hebben we nog vlog 1765. E-mail. Je zit echt zwaar verdikt, maar toch drink je superveel water, hoor. Ik drink echt heel veel water. De laatste tijd heel veel airhub, ook zonnesmaak bijvoorbeeld, als ik maar water binnenkrijg. Je zegt altijd, ik heb last van mijn maag, maar ik weet niet hoe het komt. Jawel, je weet het wel, maar je wilt het niet toegeven dat je enkel en alleen maar boegt in uw mond steekt. Niets wat jij ooit eet is gezond. Af en toe water drinken maakt u niet gezond, maat. Oké, dat is jouw mening. Allee, water. Wat ook helpt tegen maagpijn is veel mayo
eten, maatje. Hierdoor worden de dames lekker vettig. Laat weten of je mijn tip hebt gebruikt. Nee, ik heb jouw tip niet gebruikt. Soms gaat gewoon de maagpijn gewoon over. Supratel. Leuk voor jonge kijkers zien hoe je aan uw chipolata aan het krabben bent. Vuil. Huh? Eens even kijken. Oh my god. Oh my god. Oké, ik heb het gezien. Dat is in mijn broekzak. Oké, ja. Wanneer weer een wandelvlog? Ik weet dat niet. Maar, als jij dat zegt, ik ga dit even dan zo moeten doen dan. Op welke seconde was dat? Even kijken. Die had dat daar gezegd. Nu is het eerst 1748. Onthouden. 1748. Dan zetten we dat op 17. Ah, hier kan ik dat. 17. 48. Dus even kijken. Bewerken. Wacht even, vervagen. Een aangepaste vervaging. Ja. Eens even kijken als we een klein beetje dan terug kunnen gaan. Vanaf hier zo. Oké, dan gaan we dit hier gebruiken. Valassa. Live in mijn Q&A ben ik een kleine aanpassing aan het doen in een vlogje. Voilà. Even kijken, rechthoekig of vervagen ja. Tot. Ik ga eens even kijken. Kijken. 1748 was het toch? Ja. 1, 2, 3, 4. Oh ja, tot daar. Oké. Voilà. Het is aangepast, opslaan, voilà. Ik denk dat hem nu aan het opslaan is. Het probleem met de verwerking van je video, de recente bewerkingen zijn daarom niet opgeslagen. En dan gaan we het nog een keer doen. Kijk eens wat de huidige versie, zien kijk eens de huidige versie, kunnen geen andere wijzigingen. Oké, opslaan. Waarom wil dat nu niet opslaan? Ben een klein beetje aan het verlengen, opslaan. Misschien dat het nu wel lukt. Ja. Yes, het is gelukt. Hoe ha. Dus ja, ik was dus hier, dus ik ga nu dus laten zien. Dus deze vlog heb ik even een aanpassing gemaakt. Dus zoek maar waar de aanpassing is, dan is gebeurd. Dankjewel. Dan, 1766, daar zijn 7 reacties op gekomen. Sorteren om het nieuwste eerst. E-mail. Waarom zet je je pet scheef?
dat is totaal niet cool of zo. Oh ja, sorry dan. Sorry dat ik mijn pet misschien de schuinste zet. Waar is die zondagsklak naartoe? Die ligt op mijn slaapkamer. Ja, die ligt op mijn slaapkamer. Bea geeft Dimi die serine omdat zijn mond stinkt. Slim van Bea. Ha 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 ha. Dan Casanova, broer. Hey Dimi, ik heb een vraagje. Wat vind je van de strijd tussen de voetbalclubs FC Alken en Alken United? Cool. Maar ik hou mij daar niet mee bezig. Ik geef dat eerlijk toe. Dus voetbal interesseert me eigenlijk heel, heel, heel weinig. Alleen als België speelt. Bear Force One. Dimiken, je bent een goede zanger. Bijna Eurosong zou stemmen. Meen dat. Groetjes. Dankjewel. Ik zal eens meedoen dus met de Eurosong Festival. Dan Charlie Fox. Toffe vlog. Goed dat je alles zo filmt en laat zien. Blijf zo doorgaan met goede angels. En kijk op je leven. Dankjewel. Ik geef jou daar een hartje voor. Je skipt 2 seconden door de Bouze Eurosong video en je weet al direct dat het niks gaat worden. Beetje hetzelfde zoals uw vlogs. Na 2 seconden kijk, weet je ook al dat het rommel gaat zijn. Dat is niet waar. Dat is jouw mening, Super Ratel. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb de Bouze Eurosong gewoon een commentaar gehoord van Acid en ik heb dat klein beetje wel overgenomen. Sorry. En nogmaals, sorry. Dan, vlog reviewer, Damn you terug. Dan Superatel. Je had niet zo honger, maar hebt wel 4 frikandellen met curryworsten gegeten. En dan weer janken over Mapin. Ja, sorry. Boterham Vlogs, je weet toch dat je als Belg niet op België kan stemmen bij Eurosong? Dat weet ik, dat is al jaren zo, hè, Boterham Vlogs. Wij kunnen wel voor de buurland, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Engeland stemmen. Dat is altijd zo. Valassa, dit was de Q&A. Ik hoop dat jullie van mijn ultra lange vlog hebben genoten. Ik ga deze nu nog in elkaar steken voor jullie. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet aan mijn pakken te drukken. Dan blijft je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En voor de rest zeg ik als altijd. Yo.